30 jaar. Sjoerd Hoogendoorn. De beker staat al klaar in het Omnisport in Apeldoorn bij het begin van de wedstrijd. En de hal zit mooi vol, want de steden bij elkaar in de buurt kunnen altijd van elkaar winnen. Hoogendoorn, deze bal goed teruggehaald. Inside the place, 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 come win it! Ook een beetje zoeken, is verder weg bij de Zwolle. Zoals hij helemaal nieuw werd samengesteld. Aan de buitenkant, en daar is Hoogendoorn zelf. En hij slaat het setpoint op. Die houden ze vast voor de 20. Opgezet. En deze zijn. Show me who's slick with the moves. Tell all the girls to come out and play. Foreign beggars got the wickedest tunes. So we've been doing this thing since day. Time to hype up the crowd and away from the moment when the DJ press play. One to one baseline hit up your chest. It's a bad man thing and that's how we stay. We got so many styles, too many features to come deep with. Maar Nederland houdt de bal knap in het spel. Hoogendoorn, goed afgemaakt, uitstekend. 20 jaar is die, Sjoerd Hoogendoorn. Speelt bij Dynamo in Apeldoorn. Ook volgend jaar nog 20 in het voordeel van Oranje. En meteen ook in de derde set. Frerix met de setup. Hoogendoorn naar Tadatle met het verwerken van de service aan Oostenrijkse kant. En dus weer de mogelijkheid voor Nederland met en Oranje maakt het dan gewonnen met 25-11 man. Brouwering. Dan maar via Hoogendoorn controle en hebben die bal steeds. Goede reactie ook aan de Nederlandse kant. En Hoogendoorn die het afmaakt. Want het moet van ver komen. Reactie. En ook een aanval, ja. En wat voor aanval? Dynamo in de 3-0 overwinning op Orion uit Doetinchem. Orion Hoogendoorn.